En de start is gevallen. Goeie start aan de buitenzijde van El Salsa, maar ook in het midden van de baanveer van Foppe Haart-Wietel. En Foppe Haart-Wietel neemt opnieuw de leiding. Foppe Haart-Wietel, daarachter op plek 2 aan de relingzijde Diamond SL. Derde is El Salsa, de vierde plaats daarachter is voor Eva Hallink. En op plaats 5 gaat paard nummer 9. 9 galop. Op plaats 5 gaat de bocht in Shake Hands. Zesde is Bachelor Kingly. Aad Pols probeerde het wel vanuit de buitenkant van het tweede band. Maar verder dan plek 5 is hij voorlopig niet gekomen. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn overzijde in. Daar is de leider nog altijd stevig in handen van aan de relingzijde Foppe Haart-Wietel. Foppe Haart-Wietel aan de buitenkant de geel-blauwe wielen daarnaast van Willem Steur, El Salsa. Die zet gelijk flink wat druk. Daarachter aan de relingzijde Diamond SL. Die moet hem precies zo hebben. Daarachter op plaats 4 volgt de nummer 4 Eva Hallink. Paarden gaan op weg naar de volgende bocht. Vijfde plaats Bachelor King, die galoppade daar van Shake Hands. Shake Hands wordt nu gepasseerd aan de buitenzijde door het paard van Jacques Seymer, dat is Elegant Dash. Uitgeschakeld paard nummer 2, 2 galop. 2 is eruit en zo gaan de paarden de bocht door. De voorsprong begint te groeien, maar niet meer voor de voorlopige koploper, maar voor de nieuwe koploper. Dat is El Salsa. El Salsa heeft overgenomen en die probeert het met een uitlooppoging. El Salsa heeft 2 lengte voorsprong gepakt. Tweede plaats daarachter Foppe Haart-Wietel. Buitenzijde proberen ook wat paarden naar voren te komen en zo zijn de deelnemers dan op weg naar de laatste ronde. Aan de relingzijde Foppe Haart-Wietel. Nu komt de druk aan de buitenzijde van Elegant Dash. En daartussendoor past nog Foppe Haart-Wietel. Kooijman zegt ook, dat kan toch helemaal niet? Jawel hoor, dat past wel. Maar de vraag is, past het daarvoor ook wel? Daar hebben we trommiteeleden gelukkig voor. En zo gaan de deelnemers de rechterbocht in. Leiding is daar in handen van El Salsa. Tweede gaat nu naar het tweede spoor. Foppe Haart-Wietel, daarachter derde aan de relingzijde Diamond SL. En zo gaat het veld voor de laatste keer de rechte lijn overzijde in. Leiding dus in handen van de liefhebber Puur Sang die we net in het interview zagen, Willem Steur. Met El Salsa. Buitenkant schuin daarnaast de favoriet Foppe Haart-Wietel. Derde is aan de relingzijde Diamond SL. Vierde hadden we helemaal nog niet genoemd, maar ligt er perfect in Dundee Boko. En de vijfde plaats Eva Hallink. En Aad Pols is in de achtervolging op zijn dochter. En dat gaat hij gezien de leeftijd zeker verliezen. Maar ook met dit paard van Bachelor Kingly ziet dat niet helemaal zitten. En zo gaan ze op weg naar de laatste bocht. Voorste vier paarden lopen iets weg. El Salsa heeft nog altijd een lengte voorsprong. En inmiddels is El Salsa, u weet het wel, halverwege de laatste bocht. Tweede plek aan de buitenkant Foppe Haart-Wietel. Die heeft daar een moeilijk momentje. Driedik gaat nu naar voren. Dundee Boko. En binnendoor komt Diamond SL. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leidingen staan nog altijd voor El Salsa. El Salsa. Foppe Haart-Wietel is weer recht. Pakt het bit weer op. Helemaal aan de buitenzijde komt Dundee Boko aan. Drie paarden nu op één lijn. Maar El Salsa heeft nog altijd voorsprong. El Salsa en Willem Steur. El Salsa. Hij tipte hem zelf. En hij gaat hem ook winnen. El Salsa. Go baby. Go go go. El Salsa wint. Tweede plaats is voor het Foppe Haart-Wietel. Derde Dundee Boko.